Zo jongens, ik ben nog van plan om vandaag te gaan vissen op silt, op de pen, gericht. Ik doe dat het liefst, nou tegenwoordig, in de laatste uurtjes van de dag. Vanwege dat het zo warm is de laatste tijd. Dus ik ga me nou een beetje voorbereiden op wat ik mee moet nemen en zo. Ik neem jullie gewoon weer mee. Dan doe ik het nog maar eens eventjes. Kijk. Eventjes. Ik geef je meteen een halve rondleiding. Kijk, hier is de blender. Zo, we hebben de blender en we hebben de mais. We hebben de bakjes waar we het in gaan doen. Zo. Zo, we hebben onze mais hier. Zo, we gaan een deel hier even in doen. Niet alles, een beetje. Meeste in ieder geval. Zo, iets. Doe een boompje over. Ongeveer. En dan kan wel iets. Een beetje eruit. Zo. Dus we doen. Voor mensen die een koptelefoon al aan hebben, iets zachter. Want nou ga ik heel veel kabaal maken. Zoals jullie hebben gezien, ik heb een heel papje gemaakt. En dat gaan we bij het voer doen. Zo, daar hebben we nu alles wat uit de blender komt. Hier in het bakje zitten. Ik raad aan om er niet te veel water bij te doen. Ik heb er eigenlijk een beetje te veel water bij gedaan en te lang geblenderd, waardoor het dit is. Normaal krijg je nog heel veel van die stukjes. Maar hoe dan ook, dus zorg ervoor dat er niet te veel water in komt, zodat je het wel normaal in kan gooien als een soort van papie. Nou, dan hier hebben we natuurlijk gewoon het overgebleven mais wat we gebruiken als haakaas en eventueel om een beetje bij te gooien. Dan doe ik dan gewoon een ander bakje. Zo. Zo. Nou, dan gaan we de boel inpakken en dan gaan we eens even vissen. Kleine tikjes. Kijk, hier zien we het weer. Gewoon een tikje. Het kan heel makkelijk zijn dat er gewoon een vis over de stek heen gaan is. Ik zie toch regelmatig wat vis gewoon onder die lady zwemmen. Dus makkelijk kan ze de taak in één keer een aanbeet krijgen. En ook komen er elke keer op bepaalde punten komt er even een paar belletjes en dan gaat ze weer weg. En dan is het volgende punt, het volgende punt en zo. Ik vond het een beetje op en neer. Kijk, dan krijg je gewoon kleine tikjes. Maar het is nog niet genoeg. Weer een paar tikjes. Kijk. En hangen. Oh, zo'n grote lap. Kijk, wat een lap dit is. Dus je kunt zeggen van, oh, brasenvis, maar ik vind deze vis ook gewoon wel in prachtig. Het is echt prachtig lap. Echt gewoon een hele mooie kleur. Geen beschadiging. Normaal zijn ze altijd beschadigd. Deze is hartstikke mooi. Tonight, don't tell me you're fine. You got a beautiful smile, but a perfect disguise. Said you gotta pay rent, and the money ain't on time. And your man just left, and he'll leave a dollar sign. Well, you know I got it. I'm on it on what you need. You say your life is a movie. I guess you're needing a lead. Yeah, silt. Thank you.
prachtige vissen zijn, zeg. Zo'n mooie kleur. Kleine vinnetjes. Ja, kleine vinnetjes, kleine schubjes. Prachtig groen lijf. Geweldige knot van de staart. Nou, geweldig. Nou, ik zet deze jongen weer terug. Nou jongens, volgens mij heb ik een karper gehaakt. Dat is echt hard. En het ging er vandoor, joh. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik geloof dat het een karper is. En niet zo'n hele grote, maar sowieso een karper. Oh. Ja, het moet een karper zijn. Maar ja, ik ga hem wel eens even uithalen. Dit is een schub, karper. En ik dacht eerst van het is een joekel van de zilt, een joekel van de brasem. Maar uiteindelijk toch een mooie karper. Look, yeah. So take me somewhere cool, places only we know. Gotta get my time before she call him Tarantino. And end up in the theater on a screen in the casino in a 007 scene. Like Holy Toledo, am I dreaming or not? I need a totem just to show him that I'm real. Come on. Now I know that you think about us both. And wherever it goes, I'll be ready on my toes. Yeah. Ik heb wat mais bijgegooid weer natuurlijk, nadat ik een vis heb gevangen. En ik zie al meteen de bel overkomen. Ja, jullie zien het, ik krijg gewoon weer aanbeten en hij loopt weg en hij hangt. Oh, en hij is losgeschoten. Oh, dat is jammer. Haha, jammer. Leuk schildje weten te vangen. Niet een van mijn grootste vissen. Maar het is toch wel weer een lekkere zilt hoor. Mooie vis. Nou, ik ga hem snel weer terugzetten. Prachtig schildje weten te vangen. Echt, hier doe ik het voor. Prachtig visje. Echt leuk. Leuk. Dan ga ik hem weer terugzetten. Zieltje weten te vangen. Niet zo groot. Ik kwam vrij snel eigenlijk aan op mijn voerstekkie. En ik pakte redelijk snel mijn mais. Op dat. Prachtig visje. Mooi. Nou, dan ga ik hem weer netjes terugzetten. Nou jongens, ik ga deze video afsluiten. Ik heb een aantal mooie vissen weten te vangen. Een aantal zilten, een aantal brasems, een karper zelfs. En nu net, serieus, heb ik een aanbeet gehad van een echt grote karper, want hij ging door de slip en hij stopte niet. Hij bleef maar doorzwemmen. En uiteindelijk schoot hij van die haak af. Heel erg jammer, maar het is niet anders. Maar in ieder geval een aantal hele mooie vissen gevangen en ik ben echt heel erg blij met het resultaat.
Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef nog even een likeje. Abonneer dan nog even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie allemaal later.